Documentairemaker Jalal Bouzamour. Hij is maker van onder meer de WNL-docu De Mokronado's. Hij is op dit moment in Marrakesh. Dat is de stad die zich ongeveer 80 kilometer van het epicentrum van de aardbeving bevindt. Dag Jalal. Hallo, goedemiddag. Jalal, kan jij vertellen over het moment dat het gebeurde? Heb jij iets meegekregen of gevoeld? Want was jij in Marrakesh op het moment? Ja, zeker. Het was heel gek, want mijn moeder is hier op vakantie bij mijn broer. En ik was als verrassing was ik deze kant op gevlogen. Dus we hebben het verrassingsmomentje gehad met haar en we zouden uit eten gaan. Mijn moeder zat letterlijk net een seconde in haar stoel. Ik schuif haar stoel aan tafel in een restaurant en ik zat nog net niet. En toen begon de grond te trillen en te shaken. Dat was een hele gekke gewaarwording. En op een gegeven moment kreeg ik een lamp tegen mijn hoofd. En je zag heel veel vogels vliegen. Het was een restaurant met een open dak. En toen, ja, wat er toen gebeurde, dat was zo onwerkelijk en surrealistisch. Mensen stonden op, die begonnen weg te rennen, te gillen. Borden vielen om, glazen vielen om. Nou, ik pakte mijn moeder bij de arm en ik zag, kom, lopen. Nou, die was helemaal in shock. Het was zo bizar. Lopen waar naartoe? Wat deden jullie daarna? Naar de uitgang. Ik had net geparkeerd en we zaten nog niet eens. Dus gelukkig stond mijn auto nog vlakbij de deur, want die zou weggezet worden. Nou, we stonden op een gegeven moment binnen luttele seconden met echt dat hele restaurant. Al die mensen stonden buiten in paniek. En we stapten de auto in. En ik denk net als duizenden Marokkanen hier in Marrakesh. Gingen we gewoon de straat op, zo ver mogelijk vandaan bij hoge gebouwen, op open velden staan. En kon je iets doen? Je wilde ongetwijfeld iets doen, maar wat kan je doen hè, op dat moment? Wat kan je doen? Je weet gewoon eigenlijk niet wat er aan de hand is. Er volgden trouwens na de bevingen gigantische explosies. Dus mijn eerste ingeving was, oh nee, dit is een aanslag. Het zal toch niet zo zijn, het is een aanslag. Maar er is dat een... was het eerste wat in mij opkwam. Er is ook een naschok geweest, toch, begreep ik? Ja, maar die hebben wij hier niet gevoeld. Dat heb ik inderdaad meegekregen uit het nieuws. Dat was dichter bij Agadir, een stad wat zuidelijker ligt. Maar Jalal, wanneer wist jij, want inderdaad als je zoiets meemaakt, weet je natuurlijk niet wat er precies gebeurt. Wanneer kreeg jij tot je wat er aan de hand was? Hoe groot het en hoe heftig het is geweest? Nou, hoe heftig het is, pas veel later. Maar op dat moment weet je gewoon niet wat er aan de hand is. Het eerste wat je denkt is, naar buiten, met mijn moeder. Hup, naar buiten. Want je denkt, het is een aanslag. Mensen rennen, mensen schreeuwen, je weet niet wat er aan de hand is. Ja. En pas veel later, toen we echt gingen rijden, want we gingen echt gewoon rondjes rijden door Marrakesh heen. Nou echt, iedereen zat gewoon met zijn hele hebben en houden, met kinderen, kinderwagens, dekens, gewoon in de bermen, op open velden, met zwembadbedjes, de straat op, niemand was binnen. Ja, toen dacht ik, dit is wel echt groot. Dit is echt heel groot. Mensen slapen ook buiten, denk ik, uit angst. Zeker. En wat zie jij nu allemaal? Neem ons eens mee door die stad. Is de chaos nog steeds zichtbaar? Ja, nou, mensen beginnen nu denk ik een beetje te beseffen wat er eigenlijk gisteravond laat gebeurd is. Ik ben nu door de oude Medina aan het lopen. Ik slaap zelf in de nieuwe gedeelte van Marrakesh. Dat is vrijwel nog intact, maar de oude stad, de oude Medina, waar echt eeuwenoude gebouwen ook staan. Ja, daar zie je wel dat de chaos iets meer is dan aan de nieuwe gedeelte van deze stad. Gebouwen die ingestort zijn, een moskee, een minaret wat naar beneden is gegaan, huizen. Die met de grond gelijk zijn gemaakt. Het is heel rustig eigenlijk in de stad. Alle winkels zijn dicht. De markt is ook dicht. Eigenlijk zie je alleen toeristen door de oude Medina lopen, maar niet echt de locals. Dus mensen zijn echt aan het lopen en nog beduust van wat er gisteren allemaal gebeurd is. Het besef begint nu pas in te dalen. En al helemaal als je de cijfers meekrijgt, dat er al meer dan 1000 doden zijn gevallen door deze natuurramp. Zitten daar ook familieleden, bekenden, kennissen bij? Mensen die je kent? Van mij? Nee. Gelukkig niet bij de gewonden en de doden. Mijn roots liggen in het noorden van het land. Dus voor mij is Marrakesh wel echt een vakantiebestemming, een citytrip.
die wij vaker aandoen. Een stad die ik goed ken, die ook bij mij heel geliefd is. Gewoon dat je hier ter ontspanning naartoe vliegt. En ja, wat je dan meemaakt in luttele seconden, dat is ongelooflijk. Nassima El-Bashiri zit hier ook en ze vertelde zojuist wat zij heeft meegemaakt. En dat is ook een bombardement aan goede bedoelingen. Mensen willen iets doen. Daar moet jij ook iets van mee hebben gekregen. Het zij via jouw telefoon of daar gewoon al op straat. Zeker, zeker. Iedereen wil wat doen. Alleen je weet nog niet precies waar moet je beginnen. Hè? Je ziet ook heel veel mensen die helpen met puinruimen. Hè? Gewoon stenen verplaatsen. Je hoort trouwens heel vaak de sirenes af en afgaan hier. Maar je weet nog god niet waar je moet beginnen. De grootste klap is natuurlijk gevallen 80 kilometer hier verderop. In de bergdorpjes, waar je heel moeilijk kan komen. Ja, daar maak ik me eigenlijk het meeste zorgen om. En jij niet alleen. Dank in ieder geval voor je commentaar, Jalal Bouzamour.